Ilse. Met een hele goede bal. Ja, zij is de paasbaas van vandaag. Daar is Sebas en op de lat zeg. En nog een keer op de lat. Dat hebben we nog nooit gezien bij de creators. Dan de kans voor Sebas. En hier is die niet. Het is een schot dat overgaat. Wat een moment zeg. Op het moment was het echt een soort van, ik bevroor zo. Oh. En, maar dan het moment dat hij daalt, hè, dan zie je hem zo gaan en dan poenk. Oké. Huh? Poenk. Huh? Een dubbele poenk. Nog nooit meegemaakt bij Creators FC. Waanzinnig dit. Maar dan die kans. Oh, geen derde poenk. Maar ja, toen kwam hij nog terug. En toen was ik eigenlijk zo in de war. Ja, toen ging het dan nog erger mis. En dus is dit niet het 36e doelpunt van Sebas voor Creators FC. Hij staat in 6 achter topscorer Arsenio.